Goedemiddag, Jan. Goedemiddag. En heb je al paaseieren gezocht of ben je nog niet buiten geweest? Ik heb vooral veel paaseieren alvast gegeten. Ah, dat is een goed Nederlands gebruik. Ja. Al in Twente, weet ik. Ja, en ik was bij mijn moeder en daar was ik ook aan het wachten tot de kerkklokken een kwartier zouden luiden. Want dat was het idee met 12 uur, geloof ik. Oh. En dat is hier niet gebeurd in Eindhoven. Ik weet niet of het bij jou wel eens gebeurt. Ik heb geen klokjes gehoord, eerlijk gezegd. Ja, dus heb ik maar gewoon het orbi van de paus gekeken. In het leven. Waar die grote deur open gaat. Dat vond ik altijd verbazend altijd. Nou, ik zal je vertellen wat ik dus super bijzonder vind. Ik ben ooit met Simona naar Rome geweest. En toen zijn we in de Sint-Pieterskathedraal geweest. En nu komt het een van de voordelen van in een rolstoel zitten. Ja. Was dat wij naar voren gingen. En daar had je het, zeg maar, het gedeelte waar nu de paus heeft gesproken. Voor de mensen die dat hebben gezien. Hij staat eigenlijk voor de heilige stoel van Sint-Petrus. En dat is een omgeving die is eigenlijk afgesloten voor het grote publiek. Dus dat was helemaal leeg. Simone en ik die gingen daar kijken. En dan komen er twee van die macho Italiaanse beveiligers aan. En die doen zonder blikken of blozen, openen ze dat lint voor jou. Omdat je natuurlijk in een rolstoel zit. En wel wat heilige om je heen kunt gebruiken. Met als resultaat dat Simone en ik als enige in dat voorste gedeelte van het Sint-Pieter aan het lopen waren. En dat is wel echt een heel magisch moment geweest. Dus toen ik die lege Sint-Pieter weer terugzag vanmiddag, moest ik daar wel even aan denken. Dat ik daar stond waar de paus dus nu stond. En, maar je bent niet op een audiëntie bij hem geweest? Nee. We hebben het wel geprobeerd. We hebben netjes een brief naar hem gestuurd. Dat leek ons wel wat. Maar daar heeft hij nooit op gereageerd. Nou ja. Leuk, man. Leuk, hè? Ja. Nu sijpelt wel langzaam zo door dat ik Rooms-Katholiek ben opgevoed, geloof ik. In Amsterdam of nee, Eindhoven, denk ik? Nee, in Eindhoven, ja. Ik heb me net even een boek uit de boekenkast gehaald, die hier vandaan komt. Maria, de Heilige Maagd. Mijn opa en oma waren reet-katholiek, die kwamen uit Limburg. Ja. En mijn moeder is zo atheïstisch als het maar zijn kan. En mijn vader is, laten we zeggen, traditioneel katholiek. Die vanuit de traditie. En mijn opa en oma waren echt fel. En mijn moeder zei tegen mij, je mag je best laten dopen, maar pas op je 8e. Want ik wil wel dat je dat met een soort van geweten doet. Dus niet dat het voor je bepaald is. Maar net op mijn 8e vond ik dat allemaal wel schitterend. Die prachtige kerken en die hele mooie beelden. En ik hield daar wel van. En op een gegeven moment is er toen bepaald dat ik zei, nou ja, laat mij maar dopen. Ik vind het wel wat. En mijn opa en oma waren daar natuurlijk hartstikke blij mee. En dat voel je natuurlijk ook als kleinkind. Ja, beter kun je het niet doen. Dus ik heb uiteindelijk, ben ik tot het katholieke geloof toegetreden, gedoopt. En ook mijn eerste communie gedaan, toen ik een jaar of 10 was. Maar ik ben daar op mijn 13e, 14e wel echt helemaal van afgestapt. En dat had echt wel ook te maken met mijn tante, die niet gelovig was, maar heel erg in de Griekse mythes zat. En daar ook, en mij ook boeken gaf over de wat? De Griekse mythologie. Griekse mythe, oké. Ja? Die vond ik fantastisch. En die maakte voor mij, dat waren allemaal veel mooiere en logische verhalen dan de Bijbel. Wat allemaal gaat over het aanbidden van één iemand. En ik begon moeite te krijgen met de geloofsbelijdenis. Voor de niet-katholieken onder ons. Dat betekent dat je dus per elke mis, ik weet niet of dat in de protestantse kerk ook zo is, een bepaalde geloofsbelijdenis moet afleggen. Dus moet belijden waarom je gelooft. En een tekst, deel van de tekst daarvan is dat je je schuld moet belijden. Door mijn schuld, door mijn grote schuld. Dat moet je 3 keer herhalen. Ja, ja. En onderdeel is ook dat je zegt dat het de enige waarheid is die er is. En ik begon toen net met film. En dus ook vragen te stellen over waarheid. En want film gaat over manipulatie van waarheid in wezen. En ik dacht, ja, ik kan wel geloven dat dit zo werkt. Maar ik kan nooit te nimmer beloven dat dit ook de enige waarheid is. Daarmee zou ik zoveel uitsluiten.
Maar belofte maakt de schuld. Ja. En maar toen mijn opa overleed en in zijn minderwaardigheidscomplex echt geloofde dat hij in de hel zou komen, omdat hij dus hartstikke katholiek was en dacht dat hij niet goed geleefd had. Toen ben ik wel echt heel kwaad op het geloof geworden. Toen dacht ik, als deze man in zo'n angst voor de hel dood is gegaan, dan doet het geloof toch meer kwaad dan goed. En dat is voor mij echt de reden geweest dat ik van het geloof ben afgestapt toen ik een jaar of 13, 14 was. Maar ik ben nog steeds ontzettend, voel me nog steeds heel warm bij de symboliek. De heilige Maagd Maria heeft een soort van, ik heb altijd Maria-beeldjes om mijn bed gehad, bij wijze van spreken. Dat geeft gewoon een ontzettend mooi gevoel. Als je op vakantie met me bent, kun je me niet gelukkiger maken dan de lokale kerk te bezoeken. En ik stop in iedere film die ik maak stiekem ook altijd wel iets van symboliek. En de verhalen in de Bijbel zijn prachtig, maar je moet ze wel naast de Koran zetten en de sprookjesboek, wat mij betreft. Maar de symboliek achter het geloof is nog steeds iets wat me enorm fascineert. Ja, ja dat snap ik wel. Ik ben niet echt een katholiek dus, maar ik ben ook wel met Mariabeelden opgegroeid. En we hebben ook een Mariabeeld in de kamer staan. Die hebben we ooit gekocht toen Ivar geboren werd. En daar branden we wel altijd de kaarsjes voor de mensen die overleden zijn of die het moeilijk hebben. Of voor onze tweeling Sam en Jelte. Dus die brandt wel iedere dag minimaal eentje. Ja, ja. En een echte priester zou dan zeggen, zie je wel, stiekem, stiekem geloof je. Ja, nou ja, weet je, ik moet je eerst zeggen, wij hadden vroeger godsdienstleraar, Evert Weersink, en die vertelde over alle geloven. En hij was priester en hij vertelde over. En ik vond het natuurgodsdienst vond ik zoiets geweldigs. Ik weet niet waarom, maar op een gegeven moment, toen onze kinderen overleden, zag ik een reportage over Indonesië. En daar hadden ze een babyboom. En als hun kinderen overleden, dan maakten ze gaten in die boom en deden ze daar de babytjes in. En dan met een bananenblad groeide de boom weer dicht. Ik dacht, wauw, wat een geweldige manier om. Want ja, je groeit in feite weer verder in de natuur. Dat vond ik wel heel bijzonder. Precies om die reden was ik ook dol op Griekse mythologie, die daar ook vol mee zit, hè? Met dit soort verwijzingen en natuurgebruiken. Sowieso is mythologie ontzettend boeiend, want je merkt dat heel veel mythologische verhalen heel veel op elkaar lijken. En het ook niet ontkent dat de mens, en dat doet het christelijk geloof wel een beetje, want God is alleen maar goed en Jezus is alleen maar goed. Over het Oude Testament kun je nog twisten of dat alleen maar een goede god was of ook een straffende god. Maar in de mythologie, iemand als de oppergod was zo geil als iets. En die verkrachtte iedereen die tegenkwam. En dan was de vrouw weer kwaad. En dan kwam daar weer een nieuwe uitvinding uit. En dan werd daar weer iets uitgeboren. Dus het is een soort menselijke soap die zich daarboven afspeelde. Die veel meer op ook de gebrekkigheid van de mens centraal zetten, dan alleen maar het perfecte na te streven. Maar wat ik me wel afvraag, bij de Spartanen werden we gewoon, mensen met handicap werden letterlijk van de rots afgeflikkerd. Ja. Ik heb me ook al afgevraagd van in die verschillende geloven, hoe daar tegen handicap aangekeken werd. Heb jij enig idee hoe dat binnen de katholieke kerk is? Oeh, die stel je een hele grote vraag. Daar is niet heel makkelijk antwoord op te geven, want de katholieke kerk heeft zich zo geëvolueerd in honderden jaren. Dus de vraag die je daarop moet stellen is, welke katholieke kerk geloof je, bedoel je precies? Is dat de katholieke kerk van de jaren 50? Is dat de katholieke kerk toen die net begon? Is dat het enige wat natuurlijk echt opvalt in de katholieke kerk, is dat het verhaal dat Jezus de lammen weer liet lopen, de lammen die de blinden helpt, dat zijn allemaal Bijbelse verhalen die daadwerkelijk inzoomen op handicap. Het idee van de zwakkeren moeten geholpen worden, daar zijn natuurlijk wel de eerste instituten uitgeboren. En de allereerste zorg voor mensen met een handicap hebben we wel aan het geloof te danken. Dus dat je zou kunnen stellen dat in de middeleeuwen, en tot en met de jaren 50 bijna,
de zorg voor mensen met een handicap echt door het geloof werd bepaald. En dus ook mede heel erg door de barmhartigheid van de kerk. Ja. Waar je dan natuurlijk ontzettend afhankelijk van was. Ja. Ik heb ooit wel eens gehoord dat ik nooit priester zou kunnen worden. Ja, niet omdat ik niet katholiek ben, maar omdat ik in Ros zit. Heb jij daar ooit wel eens van gehoord? Nee, maar dat is echt een goede om daar even onderzoek naar te doen. Ja, ja? Dat zou... Voor mij moeten we daarop terugkomen, want er zit nog heel veel in dit thema, volgens mij. Absoluut. Maar nou is het aan mij om jou in de katholieke traditie een zalig Pasen te wensen. En ik wil nog even afsluiten met iets wat mijn vader laatst zei, wat absoluut de waarheid is. Dat het geloof, als het geloof weg zou vallen, zou het het eerste zijn wat de mens weer uit zou vinden. En ik denk dat is een beetje de essentie van hoe ik naar het geloof kijk. Als iets fascinerends, waar we eigenlijk niet zonder kunnen. Ook al geloof je niet, je bent toch, je waardes heb je ergens vandaan. Ja, daarom geloof ik in het leven. Bravo. Tot morgen. Hey, tot morgen.